arma virumque cano, troie qui primus aboris. Primus aboris Italiae fato profugus. Fato profugus, leveniaque venit. Nee! Meester, leveniaque. Een geschenk! Venit. Een wat? Een geschenk! Een cadeau voor u. Stoor me niet, Valet, eet zelf maar op. Het is niet om te eten, meester. Het is ja, maar u moet het zien. En meester... Is het eruit, Valet? Stoornis, gezeur, gezanik, gemekken, gemeien, Laat zien dat ding. Oh. Wat heeft dat te betekenen, Valet? Wat moet ik met dat ding? Ja, ik weet niet wat het te betekenen heeft, meester, maar het werd bezorgd, dus ik moet het... Kijk, meester. Kijk. Wat moet dat allemaal voor rommel? Moet je mij daarvoor storen? Van wie komt dat? Vertel op, van wie? Dat werd bezorgd, meester, door twee mannen. Door twee soldaten. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Timio Danaosa Dono Forentes. Bah, weg met dat ding. Ja, maar meester, waar, meester? Ergens in de hoek kan me niet schelen. Hier of daar op ginds. Weg, weg. Ik zal het in een hoek zetten als u dat wel zo graag in een hoek wil. Dat hier? Nee, suffert niet daar. Uitstuiken, addergebroed, stomme kinkel. Uit mijn ogen. Zet hier dat ding en uit mijn ogen. Jawel, meester. Jawel. Ja. Een mekker. Nee! Meester, de brief... Wat? Valet! De brief, die was bij de kist bezorgd. Heb ik vergeten wat te geven? Wat brief? Hoe brief? Wat moet ik met de brief? Wie durft er mij een brief te sturen? Weg met die brief. Ja. Geef hier die brief. Wat? Weg. Aan de verleden, zeer geleden heer Heelmeester. Ik zet u heil. Ik smeek u hier te komen. Ik leid aan de goudkoorts? Al honderden jaren, u bent dus gek. U bent de enige die mij kan genezen. Ik zend u alvast het halve honorarium vooruit. Komt u alsjeblieft gauw. Hoogachter de hertog van Boe, hè? Niet te lezen, van Hoepelepoep. U bent een stapel gek honorarium vooruit. Wat nou gauw, bah! Tegen twee man kon ik niet op, Onk. Ja, wat wil je, soldaten? Ja, en bovendien, ik wist het toch niet zeker. Ik had er natuurlijk wel een idee van. Hè? Dat heb ik gevoel voor. Hè? Dat is mijn instinct. Roversinstinct. En dat bleek te kloppen, Onk. Ja, goud. Helemaal vol goud. Allerprachtigste goud. De hele kist tot de rand toe gevuld. In zo'n joekel van de kist. Dat ding staat er zo open en bloot. Buiten zeker? Nee, in zijn laboratorium. Goed. En toen? Nou, en toen. Die knecht dus, die heeft die kist neergezet. Die heeft die deksel opgedaan en nu geef ik jou te raaien wat die dokter gedaan heeft. Roert erin, met zijn poot. Nee, luister, roert erin, met zijn poot. En zegt, zet die rommel, hoor je dat? Zet die rommel maar in de hoek. Nou, en daar staat het nou nog. Waar kwam die kist vandaan? Nou, weet ik niet. Ik heb alleen maar die soldaten gezien. Die kwamen langs mijn hinderlaag. Maar waar ze vandaan kwamen, weet ik niet. Maar die kist, die staat er nog vol goud. En dat goud, dat moeten wij hebben. Oh... Kijk, wat een joekel. Goud, parelen, juwelen en nog veel meer goud. Wat is dat? Gouden schaal? Wat doe je daar? Niks, meester. Niks. Niks. Ik heb je gezegd niks te doen. Jawel, meester. Nee, meester. Nee, niks met rommel, met speelgoed. Terwijl de wachtkamer vol met mensen zit. Zieke mensen. Ja. Met jicht, met kwalen, met puisten, met van alles. Pijn, met pijn, Valet. Ja, inderdaad. Kort, ga de eerste halen. Ik ga de eerste met pijn. Ze zeggen dat hij aan sterren doet. Mm. En aan vreemde kundes. Begrijpt u wat ik bedoel? Ze zeggen dat hij aan toverij doet. Ja, wat er allemaal van waar is, weet ik ook niet. Nou, en dan die knecht van hem. Valet met het lijpe oog. Weet u waar hij dat vandaan heeft? Een vuistslag van de duivel, zeggen ze. Eerste patiënt, schiet op. Onk. Nee, echt. Zo dik. En zuiver goud. Nee, ik lieg niet. Zo dik. Ja, Bonk, hou nou eens op. Breng die kist liever hier. Ja, hier brengen. Precies. Ja. Hoe? Precies, hoe? Daar ben ik al een uur over bezig. Nou, we gaan er naartoe en we pikken de boel weg. Zo. Ja. Hoe doe je dat?
Beleefd aankloppen en zeggen, meester Kroch, kom even dat kistje ophalen. Ja, natuurlijk niet, hè. We breken in. Ja. Maar dat zul jij dan toch 's nachts moeten doen, Bonkie. En mij krijg je voor geen goud in dat griezelhuis 's nachts. Nou, dan doen we het overdag. Klaar. Ja. De vraag is alleen, hoe? Ja, dan moet je me niet zo pester zitten aan te kijken. We geven die man gewoon een klap op zijn hoofd. Kroch, nee, Bonk, we houden het netjes. Roven en stelen, maar geen woord. Nou, dan binden we hem vast. En die valet, die knecht met dat lijpe oog, hoe wou je die kwijtraken? Oh, dat is zo'n suffer, die slaan we dat andere oog ook nog eens eventjes dicht. Komt zo erg. Niks van in. Nou ja, verzin jij er wat, Oef? Kijk eens, Bonk. Binnenkomen overdag bij een dokter is geen kunst. Hm? Als patiënt. Maar Oef, dat is het idee. Dokter, als patiënt. Dokter, ik heb toch zo'n verschrikkelijke pijn in mijn spierballen. Ja. En als hij je behandeld heeft aan je pijn, wat dan? Dat kistje opnemen en hem smeren? Dag, dokter. Wel bedankt, hoor. Nee, Bonkie. We zullen iets beters moeten verzinnen. Ja. Maar wat? Laten we maar gaan. Onderweg denken we verder. Ja. Wie weet vangen we eindelijk weer eens wat vanavond. Kunnen we niet beter eens naar een andere plek toe gaan? Die plek voor jou, die deugt niet. Kom geen mens langs. Niks andere plek. Die plek is goed. Het is een eenzame weg. En bedenk, Bonk. De aanhouwer wint. Dat geldt ook voor rovers. Zuchten, Mulder. Nog eens. Ja, goed. Nog eens. Diep. Ah, Hygria complexus aliena. Zeg u? De buitendam is op je longen geslagen, Mulder. Ah, arme Veronke Cano, Troje, Kypromis en Haaps. Zeg u? Heksen voel je het. Heksen, onmiddellijk. Heksen. Op de linker, ja, links op tafel. Nee, suffert, links zeg ik nog. Ontbloot je bovenlijf. Zeg u? Kiel uit, man. Dat zal het wel zijn, hè? Is het de keurig. Goed dik erin. Goed dik inbrengen. Zo, komt u maar eens even bij Valet. Pahep. Goed zo. Zo. Ja, even meegenomen. De buitenlanders op je longen geslagen, Mulder. Maar het heksenvoel je werkt probaat. Probaat. Je zult het zien. Voorzichtig genoeg. Rugzijde. Rugkant ook. Goed. Van boven en van onder een beetje. Zo. Zucht nog eens, Mulder. Zuchten. Zo, ja. Dieper. Zo. Ah, merkelijk verbeterd. Goed zo. En nog goed warm houden, Mulder. Ja. De zwachter, Valet. De zwachter, jawel. Zo, goed warm houden en papa Mulder, dan ben je morgen weer helemaal beter. Komt u maar even hier bij me heen en houdt u de zwachter even met één hand vast. Zo, dan draait Valet hem er eerst eens een keertje omheen. En dan is het verder aan u om te draaien. Er zijn nog meer patiënten in de wachtkamer, Valet? Nee, dit was de laatste patiënt, gelukkig, voor vandaag. Zullen we die even de hele rij opschrijven? Ja. Van vandaag. Zo. Die was ook alweer de eerste van. Ogenblikje. De eerste patiënt vandaag was vrouw Kippen. Blijf staan. Ah, vrouw Kippenveder. Natuurlijk. Ja, zo. Klaar. Kippenveder. Zo. Eindelijk hebben we er eentje. Je geld er veel even. Oude kraai. Wat liefst. Vooruit je geld. Held? Ben jullie helden? Nee, geld. Geld moeten we hebben. Vooruit je geld. Centen! Ben jullie rovers? Vooruit, je geld op je leven. Laat maar eerst even los, hè. Zal ik even mijn centjes opdiepen. Hou hem er dan. Vooruit, hier heb je mijn geld. Wou je nog pakken ook, hè? Wou je daar rijk van worden? Stel het je flinkers, rovers. Durf je wel? Ja, nou hier, steek dan voor twee duppies. Steek dan. Je geld of je leven, is het niet zo? Hier heb je het, mijn leven. Nou durven jullie niet, hè? Waarom vraag je het dan? Vooruit, je hebt vast nog wel meer geld, oude kruisje. Meer geld? De centen moeten we hebben. Meer geld? Ik zal jullie leren, lelijke fladderkoppen. Ik zal jullie leren, oud ziek mens te belagen. Sjoenotappen. Draag me naar huis. Draag me naar huis. Ai, wat is dat mens zwaar, zeg. We zijn er bijna, Bonk. Ja. Is dat uw huis? Wat ik? Is dat uw huis? Ja, het is een oud huis. Uw huis? Ja, ik ben niet doof. Ja. Nee, we zijn er nog niet. Nee, wat mankeert je eigenlijk aan dat been, moedertje? Oh, ja. Dat been, wat mankeert je eraan? Van de dokter. Dokter? Meester Kroch, ja. Ja. Komt u daar vandaan? Ik ben van de trap gevallen. Ik ben al een oud mens. Ja, bedankt. Dat plekje voor jou, dat heb ik al gezegd, dat deugt. Er komt geen mens langs. En als er dan eindelijk iemand langs komt die je denkt een vette buik te vangen, Bonk. Dan is het een of andere dove heks van twee dubbeltjes. Bonk. Die je door de huis moet dragen, ook. Bonk, jij begrijpt niks van het roverschap. Nee.
Geen ene moer. Nee. Het roversvak, jongen, dat kent zijn teleurstellingen. Ja. Net als alle andere vakken. Zo is dat. Maar de aanhouder, De aanhouder die wint. En de ene en de ander houden we aan. Ja, en terwijl die kist daar maar ligt met prachtig hout. En wat vangen wij? Twee dubbeltjes van een oude dove heks die je dan naar huis moet dragen. Ja, ik voel mijn rug toch. Bij mij, pardon, dan ze nog eens een keer van de trap. Dat ze de andere poot ook nog bracht. Dan zou ik lachen. En dan lag ze daar, zonder iemand er om naar de dokter te brengen. Niet eens iemand die de dokter kan waarschuwen. Ja. De dokter kan waarschuwen. Ja, ze kan toch moeilijk met twee gebroken poten naar de dokter toe. De dokter kan waarschuwen. Ja, wat heb je nou? Wat, is... De dokter kan waarschuwen. Ja, maar... Boem, dat is het. Dat is het idee. Dokter, dokter, gauw. Een ongeluk. Vrouw Kippenveder. Ze is van de trap gevallen. Ze ligt te kermen. Oh, dokter, dokter, kom toch gauw, kom toch gauw. Dat is precies wat we moeten doen, Boenk. Dat is het plan. Morgen hebben we de goudkist. Ziezo, Mulder, we helemaal genezen. Dat heksenfolie werkt probaat. Probaat, probaat, probaat. In één dag, ik heb het je gezegd. Laat de boem op je zakken. Ben je de laatste patiënt? Zeg u. Of je de laatste bent? Nee. Zitten er nog meer patiënten in de wachtkamer? Ja. Ja, hoeveel? Eén. Eentje nog. Volgende! Dag, 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 dokter. Dag. Zo, zo, wel. Wat scheelt er af? Mijn been. Ja, dat zie ik, ja. Ga zitten. Wat is er met dat been gebeurd? Pijn, vreselijke pijn, dokter. Ongelukje? Ja, ongeluk, ja. Vreselijk ongeluk. Knap zijn mijn been. Knap? Ja. Zo. Dat is niet zo best. Als je bekijkt. Doet dat geen pijn? Nee. Ja. Au. Ja, vreselijke pijn, dokter. Hey, ja. Dat is vreemd. Als dat al zo'n pijn doet, dan kun je dan oplopen, man. Nee, kan ik ook niet oplopen. Ja, natuurlijk wel. Moeilijk. Heel moeilijk. Dokter, gauw. Een ongeluk. Wat? Ze is van de eigen trap. Wie? Vrouw Kippenveder. Van haar eigen keldertrap is ze afgevallen. Maar... Ze ligt te kermen. Ze kan niet meer overeind komen. Wat heeft ze dan? Allebei haar benen gebroken. Benen. En een arm en een rib. Maar... Komt u toch gauw mee, dokter? Dat dan maar. Ogenblikje. Maar waar woont ze dan? Ik breng u er wel heen, dokter. Komt u toch gauw. Luister, deze meneer dan? Die kan toch wel even wachten. Meneer, kan u even wachten? Dokter komt zo bij me, hoor. Ja, ik heb uren de tijd. Ziet u wel, dokter? Hij heeft uren de tijd. Komt u dan? Kijk ze dan vast. Kom er naartoe, man. Een muts. Hè? Nergens aan zitten, hoor. Oh, ja. Wat is dat nou? Huh? Wou jij weglopen? Nee. Dat gaat zomaar niet. Nee. Kijk nou eens. Wou jij daarmee naar huis? Nee. Dat doen wij hier niet, daar komt niks van in. Nee, een patiënt wordt behoorlijk behandeld hier en behoorlijk afverbonden. Ja. Ga daar maar eens even bij zitten, dan zal ik eens even naar jouw wond gaan kijken. Hè? Doet dat pijn? Nee, het is eigenlijk allemaal weer in orde. Ik kan eigenlijk heel goed... Zitten blijven. We moeten dat behoorlijk bekijken. Jazeker, ja. Doe nou niet zo bang. Ik weet zo langzamerhand heel wat van geneeskunde af, hoor. Ja. Zullen we even bekijken. Nog even je tanden op elkaar. Dat is het laatste winseltje. Zo. Hé, waar is jouw wond gebleven? Weg. Het was er wel, maar het is weg. Wat? Ja. Heb jij geen wond dan? Ja, hij was er wel, maar ik ben gezond en is meteen gauw weg. Oh, maar dan weet ik het. Dan zit het van binnen. Dat is van binnen helemaal verrenoveerd. Dat kan niet anders. Dat bot dat ligt in twee stukken. Dat heeft hele scherpe punten en dat heeft je zenuwen finaal doormidden gesneden. En daarom voel jij niks. Ja, maar ik voel misschien wel niks, maar ik kan echt... Nee. Zitten blijven. Moet jij je leven lang ongelukkig blijven met een manke poot? Dacht je dat ik dat niet weet? Dacht je dat ik niet wist hoe ik dat moest behandelen? Dagelijks maak ik dat mee. Dat been
Dat moet gespalkt. Ja, maar, ik weet het precies, gespalkt. Ik kan toch even veel beter... Zitten blijven! En hier, hou die zwachtels vast en beweeg je niet. Blijf doodstil zitten, anders blijf je leven lang ongelukkig. Een spalk. Hm? Een spalk, waar heeft die nou toch? Verdorie, de spalken zijn altijd weg hier. Een spalk is een recht stuk hout of ijzer. Liever hout. Het is niet te zwaar, het is niet te licht. Het is net tussen zwaar en tussen... licht in, ja. Maar wat moet ik nou? Maar mag ik dan misschien proberen om eventjes weg te lopen? Moet jij een Jens voor je kop hebben? Nee. Stil hoor. Dat doen wij hier met patiënten. Weet je, als ze niet rustig zijn, dan slaan we ze bewusteloos. Heel gewoon. Dan blijven ze tenminste een beetje kalm. Ja. Daar is het. Kom dan gauw weer terug. Adieu. Goed, goed. Gaat u. Dank u, dank u. Van Kippenveder. Van Kippenveder. Van Kippenveder, waar ligt u? Waar is uw keldertje? Ik kom naar u toe. Ik begrijp er niks van. Waar zit dat mens toch? Wat kan ik nou verdorie voor een spalk gebruiken? Daar moet toch wat... Nee, maar... Een idee. Een prachtidee. Het ei van Columbus. Wat zeg ik? Het ei van Valet. Wat? Hier, jouw stoelpoot. Je eigenste stoel waar je op zit. Een prachtspalk. Wilt u die poot eraf gaan zagen? Ik ga er niks afzagen. Ik ga jouw eigenste pootje tegen het stoelpootje aanbinden. Hè? Hm? Dat is toch reuze gemakkelijk? Dan kan je ermee lopen. En als je moe bent, dan kan je ermee gaan zitten ook. Rust. Rust is heel erg goed voor je been. Begrijp je? En mee hollen... Kan je niet, nee. Maar meer hollen mag je ook niet. Valet doet het toch maar weer eventjes, hè? Een man. Een man die zette nu van de trap bent gevallen. Ja. Maar u hebt toch een been gebroken en een arm en een rib? Ja. Maar wat, ik begrijp er nog niks meer van. Hoe kan ze nou... Ze zitten achter je goud aan, dokter. Wat nou? Heb u pijn? Ze hebben het in een zak gestopt. Ze zijn ermee vandoor. Wat bazelt dat mensen toch? Heb u pijn? Dat been, nee. Dat is weer best, hoor. U moet naar huis voor het te laat is. Ben u dan niet van de trap gevallen? Zo, dat nou. Doe nou eens een paar stapjes. Ja. Nou, ja. Dat is toch prachtig, vind je niet? Ja. Weet je wat? Die zak van jou, die zet je op die stoel. Dan hoef je hem tenminste niet te dragen. Ah! Afblijven. Oh, goed. Nou, ik wou je alleen maar even helpen. Zeg, is anders aardig zwaar, die zak. Wat zit erin? Nou, wat oude rommel en zo. Bedoel, ik kan het zelf wel dragen, hoor. Nou, dat zou ik niet doen, hoor. Dat is niet goed voor de rust van je been. Weet je wat, je laat hem hier en dan kom je morgen terughalen. Nee, komt niets van dit. En je zegt allemaal dat het oude rommel is. Bedankt, hè? Ja, dan moet je eens luisteren. Zet dat ding dan tenminste neer op die stoel. Ja. Dat scheelt. Dan hoef je hem alleen maar te slepen en niet te dragen. Vind je ook niet? Hé. Klinkt als een geldzak. Ja, oude rommel heb ik toch gezegd. Nou, daar ben je, hè? Ja. Zeg, zal ik een eindje met je meelopen? Nee, is echt niet nodig. Oh, is echt niet nodig. Nou, dat is ook een mooie. Oh, even nog de schat bekijken. Dus, ik zie goud. Goud? Hoe? Maar het is geen gewoon goud. Ik kijk er dwars doorheen en ik zie een kasteel. Is ze nou gek, kan het worden? Je moet erheen, dokter, je moet erheen. Maar naartoe, moedertje, wat baas je er allemaal? Ik zie ze gaan met je goud. Ze hebben het in een zak gestopt. Het bos in gaan ze. Bos? Wat, waar bos? Pak het af, dokter, pak het af. Het is geen gewoon goud. Je zal het zien. Daar ligt de patiënt. Hij heeft u laten roepen van heel ver. Je moet er naartoe, dokter. Naar die patiënt. Patiënt? Oekie! Oekie, Oekie, ik heb de buit. Maar ik kan me niet losmaken, Oekie. Waar ben je nou? Oeh, ben je daar? Oeh, oh. Nee, dokter.
Kijk, 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 kijk. Huh? De roepende patiënt. Ja. Kun je niet rustig op hem blijven wachten? Ja, maar uw knecht Valet weet wel, maar dat ene oog die heeft me vastgemaakt. De knecht Valet? Ja. Dan moet hij met die stoel? Nou ja, met mijn poot, begrijpt u wel. Weet u wel. Je... Hè? Huh? Gespalkt? Gespalkt aan een stoel is helemaal gek. Ja. Ah, in een zak. Nee, 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 afleven. Er zit gewoon met jouw rommel in. Ja, op de grond. Wat had je gedacht, mannetje? Smerige boeventuig, geef hier die... Tut, je wou toch dat goud niet, doktertje? Ja, maar nou wil ik het wel. Geef hier. Afblijven, mannetje. Boem, ga mee. Wat had je gedacht? Net op tijd. Van het. Van het zal er niet zijn. Weg. Hier, meester. Hey. Wees er terug. Ja. Lekker spelen, mensen. Weg, ga je weg. Smeer hem. Van zo. Oh. Och, meester, kijk eens, aan die tak geloof ik. Aan die abelissen, want dat is een eekhoornsnest. Dat wordt klimwerk. Hè? Wat? Dat wordt klimwerk. Nee, niks klimwerk, alsjeblieft. Altijd een rolletje verband bij de hand. Eerst de hulp bij ongeluk. Smeer op, wat los. Smeer op, wat los. Zo, vaart. Zo, genoeg gezicht met die rovers. Pak dat ding in naar huis. Klim erin, vooruit. Vallet, schiet op. Nou, klimmen is geloof ik niet nodig, meester. Let me even op hem. Hè? Alsjeblieft. Goed zo, keurig. Ik wou dat je altijd zo keurig oppaste. Valet, mijn heren. Mijn heren. Smeerlappen. Stomme idioot. Halve garen suffert. Ha, rover. Dat was natuurlijk geen gebroken poot. En die zak wat hij zei, met die oude rommel. Nou, u ziet het. Oude rommel, mijn grootje. Ja, ja, Valet, heel slim hoor, heel slim. Dus ik denk, die man achterna met die stoelpoot. Zo vlug kan hij ook niet lopen, die heb ik zo ingehaald. Ja, prachtig, prachtig, alsjeblieft, hebben we de rommel weer terug. Meester, daar is die. Die gouden schaal weer. Goud. Goud. Maar het is geen gewoon goud. Ik kijk er dwars doorheen. Hoogachtend, de hertog van Woestewolf. Natuurlijk, de patiënt die roept van ver. En die lijdt aan goudkoorts. En die roept, kom, Valet, Valet, waar zit je? Hier, meester, hier, meester. Is er iets? Valet, is er iets? Heb jij wel eens gehoord van de hertog van Woestewolf? Woestewolf? Oh, dat is geloof ik een hele oude ruïne, meester. Een oude ruïne? Ja. Waar ligt die dan? Ja, waar, waar? In ieder geval niet hier in de buurt. Het is ver weg. Ja. Goed, doet er niet toe, daar moeten we heen. Waarom moeten we erheen, meester? Waarom? We gaan op zoek, Valet. Op zoek? Naar de patiënt. Die lijdt aan goudkoorts. Aan goudkoorts.